Bye, Ik wil niet zo. Je hoort Jeffrey kreunen. Wow. Dat zou heel graag zijn. Niet schieten, jij motherfucker. Ik schiet je banden eruit, man. Anton, dat is klaar. Auw. Wat ben jij? Oh, daar ben je. Wat doe jij? Oh, je hebt, kijk jouw auto. Jezus, tering Christus. Maar... dat staat erop. Lieve jongetje. Voor jou, ja. Oké, dan. Ja, lieve jongetje. Dat wanneer krijg ik antwoord op mijn vraag? Nooit. Heb je de laatste keer al antwoord? Nee. Al zetten jullie geen een van beide. Ja, de laatste keer zei Anton dat Anton dat natuurlijk ging doen. Auw. Oh. Wow, kijk uit, Peter. Ik ben bijna dood. Echt, ik ben bijna dood. Ik bedoel, Cassandus die daar ook wel zitten, vind ik. Ik viel ook bijna. Holy shit. Wat? Wat doe je? Ik ben er doorheen geglitcht. Ja, dat fucked up. Blijf erop, ik had een auto en ik kom er aan. Die auto, goddamme, man. Maar lieve... ik ben zo bang als ik nu uit die auto stap dat ik eruit glitch uit de trein. Oh, maar lieve kinderen, ik blijf dat Shrek moet geëerd worden. Ja, oké, ga je dat doen. I was only 9 years old. I loved Shrek so much. I had all the merchandise and figures. I prayed for Shrek every night, for the love he has given me. Shrek is love, I say. Shrek is life. My dad hears me and calls me a faggot. I know, he's just jealous of my devotion for Shrek. I call him a cunt. He slaps me and sends me to bed. I'm crying now and my face hurts. I pray for Shrek. Hope he will come for me. I feel a warm touch towards me. It is Shrek. He whispers in my ear, this is my swamp. He grabs me with his powerful ogre hands and puts me on my hands and cheeks. I'm ready. He puts his massive Shrektaneous penis in my anus and fills my butthole with love. My dad comes in and Shrek looks him straight in the eyes and says, it's all ogre now. Shrek leaves to my window. Shrek is love. Shrek is life. Hebben jullie ook soms van die moment dat je zin hebt om te knuffelen? Ja, ik wel. Ik wel, en dan pak ik altijd mijn penen. Mijn liefde. Dat komt veel meer, toch? Nee, want geen vrouw is zo mooi in het land als je eigen... hand. Rechterhandje. Maar ik ben links. Ja, nou en, het gaat om het idee. Als jullie nou even remmen in plaats van voor me wegrijden... Ja, we kunnen toch niet remmen. We zitten in een... oh, hij rent! Oh! Hij is gestopt. Hij luistert naar je, Jesse. Jesse, kijk deze auto. Hé, hey, de achterkant staat open, of niet? Hoe krijg... oké, laat maar. Kijk deze auto. Nou, dat zie je ooit wel terug in een recording, hoe dit ooit is gebeurd. Maar kijk deze auto, zie hoe stoer. Ja, laten we eerst stappen of zo. Waarom is die trein gestopt? Ik ga kijken daarvoor. Doei, Peter. Jesse, what the fuck? Die timing is echt gewoon. Oh, wow. Rustig. We missen de linker voorband een beetje, puntje. Mijn voet steekt aan de voorkant van die auto. Ik heb ook nog. Trouwens. Nee, maar Peter komt terug, mijn voet steekt uit aan de voorkant van die fucking auto. Bijna. Ik heb geen stickies. Ik dood. Jezus, dit is een pannenkoek die voorkant van die auto. Nee, nee. What the fuck doen jullie? Peter, kijk, mijn voet steekt uit de auto. Wacht, kan ik dan ook in je... oh, de band zit er nog wel. Wacht. Nee, niet doen. Niet doen. Laat mij dat proberen. Je hebt toch wel gedaan. Nee! Oké, doe dat maar dan. Hey, Jesse, what the fuck? Waar deed je dat? Ik gooi me gewoon een beetje van die trein op. Zal dit lukken? Even een vraagje. Nee, Jesse. Jawel, probeer het. Jawel, probeer het. Nee, Jesse, kijk, hij is uit. Zie niet op mij. Oh, kut, sorry. Kill me niet! Peter, what the fuck doe je?
Hé, hey, doe die in de fik. Wat is dit? Het spijt me, Peter. De auto was veilig. Au, wat doe ik? Ik zit. Vermoord me niet, oude. Je bent een breakdown op mijn scherm. Ja, dat doe ik ook een beetje. Oh, je bent eraf. Wat? Op mijn scherm lag je eraf en in één keer lag je er weer in. Okay, wat als ik nou uitstap? Ik glitch niet. Oké. Okay. Moet ik wel instappen? Au. Wow. Wat gebeurde? We stroomden allemaal al tegelijk. Kun je naar achteren rijden, Anton? Ik zit er niet in! Bye, have a great time! Don't! Nee, ik wil niet zo! Bye, have a great time! Ik ga dood! Oh nee! Wel moet ik antwoord Ik ga dood! Jesse, leef jij nou nog? Peter! Jesse, jouw lichaam ging achter de trein aan! Op mijn scherm is Jesse aan het vliegen. Nee, bij mij ging... Oké, ben je voor... Ja, Peter! Kijk! Peter, bij mij... Kijk! Peter, bij mijn scherm rolde die achter de trein aan! Jongens, ik heb weer hetzelfde effect als... Dat was echt geweldig! Die moet ik een foto van sturen. Anton. Jesse. Jij valt er bijna van. Ja. Oh, ik sta weer. Nee, maar Jesse, op mijn scherm. Je viel uit de trein en je rolde achter de trein aan. Op de grond. Je rolde achter de fucking trein aan. Ik ga dood. Nee, Jesse, nee. Je staat gewoon.